Ja, daar kunnen we dus niet meer heen, die koningsspeler. Maar wel andere zaken, zoals de tips van Larissa, denk ik. Want je staat hier niet voor niks, Larissa, de weekendtips. Mag toch hopen, ja. Dat mag ik ook hopen, ja. Volgens mij heb ik er al een paar gezien. Ja, hè? Want het is natuurlijk weer lente. Dus ze poppen als het goed is uit de grond. Ik heb het natuurlijk over tulpen. Mm. En ja, de tulpenroute wordt dit weekend afgetrapt. En in dit geval gaat het om tulpenroute Flevoland. Dus dat is degene die door Dronten, Lelystad en Zeewolde heen gaat. Ja. Is natuurlijk niet alleen maar tulpen kijken. Want de meeste boerderijen langs de route die doen ook leuke dingen. Die hebben springkussens. Of je kan bijvoorbeeld met de koetjes knuffelen. Nou, dat is natuurlijk leuk als je met de kids op pad bent. Hè? Ja. Als je even kan stoppen ook voor een drankje en wat te eten. Dus het is niet alleen maar zo, hè? Ja, nou ja, sommigen zijn natuurlijk nog niet op. Hè. Ze kunnen natuurlijk wel zeggen van ja, we willen de tulpenroute zo lang mogelijk in leven houden. Maar ja, het zijn bloemen. Dus je kan er natuurlijk niet van zeggen of ze allemaal al uit de grond zijn. Nee, dus, nee, blijft toch de natuur. Dat is natuur, precies. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk. En omdat het natuurlijk mooi weer is, want we hebben heel veel zon gehad de afgelopen tijd. Dus hopelijk dit weekend ook. Mm-hmm. Dan kun je hier nog even naartoe gaan. En sowieso, dit is nog tot 5 mei. Dus je hebt nog lang de tijd. Je hoeft niet per se dit weekend te gaan om even een kijkje te gaan nemen. Goed zo, die noteren we in de agenda. Waar het eigenlijk altijd leuk voor is, mis met aardig weer, is dat je even op een terrasje gaat zitten. Precies, dat kunnen we natuurlijk allemaal. Even lekker een drankje doen, borreltje hier. Maar dit weekend hebben ze in Almere het Terrassenfestival. Dus dat is helemaal specifiek een event, zeg maar, waardoor je eigenlijk per se op het terras moet gaan zitten. Want kan niet anders, je moet. Ja, je moet gewoon met goed weer. Kun je namelijk bij verschillende restaurants een klein hapje krijgen. Hè. Dat is moet je wel contant betalen, dus daar moet je wel even op letten. Oh, je mag niet pinnen? Nee. Over het algemeen is dit omdat je van terras naar terras gaat. Hè, voor de kleine hapjes eigenlijk. Ja. Het is makkelijker om het dan even zo te doen. Okay. Maar goed, je krijgt dus bij elk restaurant één klein hapje. Nou, ik heb natuurlijk even gekeken. Want ik hou van eten. Van lekkere hapjes. En het is wel, het water liep me wel in de mond. Dus het is wel echt de moeite waard om even te gaan. Zeker omdat het natuurlijk goed weer is. Is het sowieso leuk om op het terras te gaan zitten. Maar het is niet in heel Almere. Het is echt alleen in het centrum? Nee, het is in het centrum. Je zit bij de Grote Markt, Belfort en het Stationsplein. Daar zijn verschillende restaurants die meedoen. Je moet wel even goed opletten, want natuurlijk niet elk restaurant doet mee. Mm-hmm. Maar in principe. Het zijn er best wel een hoop. Dus je kan een hoop kleine hapjes krijgen die je gewoon voor een leuk prijsje natuurlijk even naar binnen kunt snoepen. Ja, kleine hapjes is maar ook veel klein geld meenemen. Trouwens, ik heb voor jou ook nog een leuke tulpenroute voor jou samengesteld. Kijk eens eventjes. De studio wat uit, leuk. Een hele korte route. Nou, een beginnetje. Hè? Vind je dan mooi? Dan hoef ik ze niet meer te plukken, want dat mag natuurlijk niet altijd. En ze staan ook mooi rechtop. Nou, dat bedoel ik. Geniet ervan. Ik neem ze mee. Dankjewel, Larissa de Heus. En ze heeft nog veel meer tips voor je op een rijtje gezet. Daarvoor ga je naar onze website omroepflevoland.nl.